tijd voor een stukje verandering in mijn visserij. Ik ga de lat wat hoger leggen en probeer het scoren op grotere water. Ik heb niet gevoerd en ik ga het gewoon een middagje proberen. Met blind vertrouwen in mijn aas. Ik heb gezelschap gekregen van meneer De Mol. Die heeft zich onder mijn hengels door richting mijn stoel gegraven. Nog even en dan komen we elkaar tegen. Halve werk. Voor de eerste keer hier en meteen een mooie vis. Ik hoop dat hij een beetje in beeld komt, want het blijft altijd lastig met zo'n camera. Nou, hij ziet er gezond uit. Prachtig in de schubben. Begint al een beetje kuit op te bouwen. Gaf prachtige sport trouwens, erg sterk. Maar ja, dat zijn ze allemaal in de Flevopolder. Ik ga hem terugzetten. Het uitzicht wordt steeds beter. Daar is de zon. De opklaringen komen eraan die beloofd zijn. Maar ja, of je daardoor beter gaat vangen is altijd maar de vraag. Alleen voor die Hollandse luchten wil je hier al zijn. Prachtig. Leven de opklaringen. Oh. Dat ging me net goed. Ik zit een beetje onhandig voor de camera. Dat heb je wel eens. Straks een beetje anders neer gaan zetten. Ik wou zeggen, leven de opklaringen. Want hier is nummer 2. Ik geloof dat hij zo aardig in beeld is als ik wat verder weg ga. Ik hou hem even tegen mijn borst, want we zijn immers dikke vrienden. En omdat hij zo'n mooie sport gaf, ga ik hem nu heel netjes terugzetten. De wolken zijn weer terug en het is behoorlijk gaan waaien. Ik heb de opstelling een klein beetje veranderd, zodat ik nou wat makkelijker kan filmen, als ik tenminste nog wat vang.
andere lijn, dat is heel vervelend. Het zijn allemaal dames tot nu toe. Deze ook weer. Dat is wel lekker, want ze zitten redelijk uit. Dus dat maakt een mooi plaatje. We gaan maar snel terug. Het gaat steeds harder waaien. Maar ik geloof niet echt of het nou uitmaakt. Of het helder is, of bewolkt, hard waait of niet waait. Die vis trekt hier gewoon binnen om te gaan paaien en is hongerig. Alle vis trouwens, want vanaf de eerste 5 minuten dat ik hier zit, heb ik eigenlijk continu bit op allebei mijn hengels van witvis. En zoals je gezien hebt, af en toe komt er een karper tussendoor. Het is 6:30 en tijd om naar huis te gaan. Nummer 4 heeft zich helaas niet gemeld. Maar ja, 3 vissen in 5 uurtjes tijd, ik ben er tevreden mee. Je mag ervan denken wat je wil, maar de method is toch wel een heel efficiënt systeem. Wat je bijvoorbeeld kan doen, is roggebrood tot een bal kneden met kokosmelk, die bal op je lood drukken en daarna brokjes boilie in die bal drukken. En je vis dan natuurlijk met een kokosboilie. Succes! Dit is mijn variant op een pop-up. Een soort omgekeerde snowman. Het belangrijkste hieraan is dat ik nylon onderlijn gebruik en een down eye, in dit geval een Cashmark down eye hoek. Gewoon omdat het prachtig indraait. Verder gebruik ik vast lood, zoals je kunt zien, vooral op afstand. En als ik wat dichterbij vis, dan gebruik ik pegels van glas uit een kroonluchter. Zijn net zo duur als lood. Nou, probeer het eens. Succes ermee.